je weer kijkt naar deze normale weekvlog. Eindelijk weer een normale weekvlog. Afgelopen twee maandagen, afgelopen maandag was er natuurlijk nog een Ibiza vlog online gekomen. En in de herfstvakantie heb ik even lekker een weekje niet gefilmd. Dat vond ik eigenlijk ook best wel lekker. Maar vanaf nu ga ik weer gewoon lekker verder filmen. Het is vandaag maandag. Ik moet zo meteen naar school toe. Het is nu... Even kijken. Het is nu 11:45. Om 12:30 komt Char, want dan gaan we even een video filmen voor Vlot. Die is afgelopen donderdag voor jullie online gekomen. Dus heb je die nog niet gekeken, moet je die zeker even kijken. Want het gaat over ons eigen bedrijfje, ons eigen merkje wat we gaan oprichten. Wat het nou precies wordt en wat het nou precies inhoudt. En dan gaan we om 1:00 naar school toe. Want we moeten van 14:30 tot 17:30 op school zitten vandaag. Ik had afgelopen week in de vakantie ook nog een heel erg leuk pakketje binnengekregen. Ik had namelijk een tijdje geleden, drie weken geleden deze oorbelletjes besteld. Die zijn van bij Sure. En die hadden dat gezien dat ik dat had besteld. En als, omdat ze het zo leuk vonden dat ik dat in mijn vlog had laten zien, heb ik wat opgestuurd gekregen van ze. Dit is het merkje. Trouwens. Die oorbelletjes heb ik dus gewoon zelf gekocht. Maar hier wat in deze twee doosjes heb ik gekregen. Als eerste dit kettingje. Dus een waterman kettingje. Want mijn sterrenbeeld is een waterman. En dan zie je hier van die golfjes. Die vind ik echt heel erg schattig. En het was van edelstaal volgens mij. Dus je kan er gewoon mee douchen in ieder geval. Dus dat is heel erg fijn. Want ik vind het altijd heel erg irritant om mijn sieraden moeten af te doen met douchen. Mijn ringen doe ik wel altijd automatisch af. Maar dat is logisch. En dan nog allemaal armbandjes. Super leuk. En dit zijn dus ook van de waterman. Je hebt dus met allemaal verschillende soorten, hoe noem je dat? Sterrenbeelden, dat, ja. Als eerst dit armbandje. En er staat love op. Ik weet niet of je het goed kan zien. Volgens mij staat hij niet helemaal scherp. Maar het is in ieder geval een armbandje en er staat love op met een bruin touwtje. En zitten er ook nog allemaal losse armbandjes in. Bijvoorbeeld deze, hier staat Crepe Deem op. Ik kan het niet uitspreken, maar dat... Crepe Deem. Eentje met een libel is dit volgens mij. Een tijgertje. En zo'nzelfde bedeltje als wat er aan dat kettingje zat. En er zat ook nog een armbandje bij met een hartje. Maar die heb ik aan mijn moeder gegeven. Dus die heb ik van hun gekregen. Dat wilde ik nog eventjes laten zien. Als het goed is komt er deze week ook weer een pakketje van Chiquelle binnen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ik ga even mijn ringen omdoen. Want ik voel me echt kaal. Zonder ringen. Kan ik jullie hier op zetten? Nee, dat gaat niet blijven staan. Ik heb even mijn ringen omgedaan. Ik ga even dit luchtje opdoen van Marc Jacobs. En dan ga ik zo meteen naar school toe. Althans, even wachten tot Char komt. En dan gaan we een filmpje maken en naar school toe. Oh, en trouwens. Ik heb in de vakantie ook dit tasje gekocht. Even kijken. Want ik heb er nog even dat papier in zitten. Het is van... Kwai Australia, als ik het goed uitspreek. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het staat hier. Maar oké. Het is gewoon een rood tasje en die kan je zeg maar zo omdragen als beltbag. Hier, dit is het merkje. Zo heet het. Kwai Australia of zo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En die band krijg je er gewoon bij. En je hebt hem ook nog in het zwart en in het wit. Maar ik vond rood wel gaaf. Voor festivals en zo, weet je, als je dat dan zo om hebt zo... Ik vond hem wel leuk. En ik heb hem bij Ravage bij Tess gekocht in Wateringen. En deze was 35 euro. Maar je kan ze ook gewoon online kopen. Oh, ik zie nu, vet handig, dat je ook een vakje hebt. Oh, dat zie je waarschijnlijk niet. Omdat het zwart is. Maar je hebt een vakje waar je pasjes in kan doen. Vet handig. Maar goed, deze heb ik dus gekocht. Heb ik nog meer gekocht afgelopen vakantie wat ik wil laten zien? Volgens mij niet. Dit tasje heb ik gekocht en die sieraden heb ik gekregen. Zo, ik kom vandaag echt niet aan mijn woorden. Oh, die knodie. Maar goed, deze wilde ik eventjes aan jullie laten zien. En dan zie ik jullie straks weer. Hoi allemaal, het is vandaag dinsdag. Oh my god, ik zie hier echt niet uit. Dit kan echt niet. Het is vandaag dinsdag. Waar ga ik jullie neerzetten? En, oh, ik kan jullie echt nergens neerzetten. Oké. Ik ga even zo praten. Het is vandaag dinsdag en vanmorgen moest ik naar stage. En normaal moet ik natuurlijk alleen maar op donderdag en vrijdag naar stage. Maar nu moest ik dus vandaag samen met Char, omdat we een HMAM training kregen. Dat is een behandeling die ze uitvoeren.
En het werd ons geleerd. Maar daar stonden we dus 3 tot 4 uur in een stoomcabine. Alleen maar stoom op ons en het was hartstikke heet. En we werden er zo duizelig en misselijk van. We hadden ook niet gegeten vanmorgen. En eigenlijk zouden we na die training nog naar school gaan. Maar dan willen we ondernemen. En ondernemen is best wel belangrijk. Dus daar wilden we heel erg naartoe. Maar we voelden ons zo niet lekker. En we waren op 1 scooter. Dus als de een naar huis wilde, moest de ander ook wel naar huis. Dus ik ben nu naar huis gegaan. Ik ga even mijn jas uitdoen. Ik heb vanmorgen had ik even mijn bondje van mijn jas afgehaald. Want het regent zo hard ook buiten. Dat anders heel mijn bondje leeg zou worden. Dus mijn camera is ook leeg, zie ik nu. En mijn haar ziet er echt niet uit. Want tijdens die behandeling, weet je dat, kreeg je dus ook allemaal water over je heen gegooid. En moest je onder de douche. En ja, het was een hele aparte behandeling. Zeg maar, je krijgt sop over je heen. Of zo'n soort grote tafel liggen, naakt. Helemaal naakt. En ik vind het niet erg om voor Char naakt te liggen. Maar we moesten ook met een vrouw die we pas 5 weken kennen. En gelukkig is ze wel gewoon lief en zo. Maar alsnog, we moesten helemaal naakt liggen. En oh, mijn god, mijn wallen. Niet normaal. En mijn pukkotje. Ook niet normaal. Ik ga even warme chocolademelk maken. Want ik heb het zo koud. Ik vind het echt niet leuk. Hartstikke stront verkouden. Maar ik wist je gewoon toch niet vertellen dat de chocolade nog op is, hè? Oh nee. Godzijdank. We hebben altijd dit. En dan moet je dan 4 van die lepels poeder in een glas doen. In een glas. Ik ga jullie even neerzetten. Dan moet je altijd 4 lepels doen. Eén, twee, drie, zo. Doe je er een beetje koud water bij. Even roeren. Dan wordt het een soort papje en dan moet je gewoon even water koken en dat erbij doen. En dan heb je warme chocomel. Volgens mij hebben we ook nog slagroom. Dus, dat ga ik nu eventjes maken. Aanzetten. Oh, ik word zo koud. Dat ga ik nu eventjes maken. En dan ga ik daar dan lekker een joggingbroek aantrekken. Of mijn pyjama broek. Lekker in mijn bed liggen. Ik moet even een presentatie voor school morgen maken. Ik wil even wat andere dingetjes voor school doen. En dan de rest van de avond ga ik gewoon heerlijk in bed filmpjes kijken. Warm worden en er niet meer uitkomen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. En ik ben zo moe en zo verkouden en zo. Maar ik moet toch naar school toe. Het is nu 8:15 en ik moet om 8:30 weg. Ik zit vandaag tot 5:00 op school. Daarna ga ik bij mijn opa en oma eten. Uit school ga ik daar gelijk naartoe. En dan vanuit mijn opa en oma ga ik naar Milan toe. Dus ik ben echt pas heel erg laat thuis vanavond, denk ik. Terwijl ik wel echt vet moe ben. Dus ik hoop dat ik het ga redden deze dag. Deze trui die ik aan heb is van de H&M, maar niet meer te verkrijgen. De broek is van de Pieces. En ik heb een Gucci ring erbij om. Oorbelletjes zijn van bij Shure. En ik doe gewoon de centra's erbij aan. Ik ben nog even een goede tijd op mijn telefoon aan het kijken. En als het goed is komt er vanmiddag een pakketje van Chiquelle binnen en van de H&M. Dus dat zal ik of vanavond laten zien. Maar het is vanavond wel heel erg donker. Dus dan denk ik dat ik dat morgenochtend laat zien. Ik ga ook uit school. Ik moet zeg maar via de stad rijden om naar mijn oma toe te gaan. Dus dan rijd ik nog even heel eventjes naar de H&M. Om echt lekkere dikke warme wanten te halen. Want het is zo koud buiten. En ik ga echt elke dag dood op de scooter met mijn koude handen. En ik zie dat mijn camera nog steeds leeg is. Ik ben hem dus gisteravond vergeten op te laden. Maar goed. Oh, ik haat het zo erg om verkouden te zijn en om dan te slapen. Maar vooruit. Oh ja, trouwens, ik had ook nog oorbelletjes gekregen. Van Charder Nicht. Die heeft dus een eigen oorbelletjeslijn. Even kijken. Als eerst deze. Stelscherp. Oh, irritant. Zo. Hallo? Ja. Deze met panterprint. Die vind ik echt heel erg schattig. Die. En deze. Met, even goed in mijn hand houden. Irritant. Met een,
heen. Ja, met een panter eraan. Ik zal het Instagram-account wel even in de beschrijving zetten. Dus die. En ik hoop echt dat de kleding van Chiquelle past. Want ik heb zo vaak bij Chiquelle dat het gewoon niet past. Dat het of te groot is, of te klein, of het zit gewoon echt... Dus ik hoop nu echt dat er leuke dingen tussen zitten. En anders geef ik het weer gewoon aan anderen. Want vorige keer had ik een blauwe trui en die was voor mij echt mega, mega groot. Dus die heb ik toen aan mijn moeder gegeven. En oh my god, ik ben zo bleek. Oh, dat is echt niet normaal. Ik ben bijna dezelfde kleur als mijn trui. Ik ben echt bijna dezelfde kleur als mijn trui. Oh my god, oké, ik ga naar school toe. Nou, eerst even goede tijd afkijken. En dan naar school toe. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag en... Sorry dat ik zo weinig heb gevlogd deze week. Ik weet niet, ik heb gewoon mijn week niet helemaal. En ik zit er gewoon niet echt lekker in te vloggen. Omdat ik vorige week natuurlijk niet had gevlogd. Maar ik weet niet, ik voel me gewoon niet helemaal lekker deze week of zo. En ik hoop dat het volgende keer beter is. Ik hoop dat deze week ook snel voorbij is. Volgende week eigenlijk ook, want ik heb vanaf volgende week toetsweek. Maar goed, dat moet ik nog maar even aankijken. Het is nu, ik weet niet of je het kan zien, 5:00. Ja, het is nu 9:55. Ik ben net thuis uit stage. Ik heb vandaag weer stage gelopen. Ik heb vanmorgen ook rijles gehad. En morgen heb ik weer stage. Maar morgenavond ga ik waarschijnlijk wel uit. Dus dat is wel erg leuk. Dus dan ga ik naar Keer ook en zo. Dus dan zal ik ook wel wat leuke dingetjes filmen. In deze video heb ik ook wel twee soort van leuke shoplogs. Eentje van de H&M Home. Dat komt morgen en overmorgen als het goed is binnen. Want ik heb een paar dingetjes in de winkel gekocht, maar ook een paar dingetjes online. Want ze hadden niet alles online meer en niet alles meer in de winkel. Dus ik heb het overal een beetje losgekocht. En ik heb... Oh, pardon. Een pakketje van Chiquelle ontvangen waar ik echt heel erg enthousiast over ben. Ik ben zo benieuwd wat erin zit. En we hebben natuurlijk vandaag bekendgemaakt wat vlot gaat worden. Er wordt een kledinglijn echt ontzettend leuk. Ik krijg ook allemaal leuke berichtjes binnen. Nu volgens mij ook weer allemaal leuke berichtjes krijgen we binnen. Dus van het weekend zal ik het gedeelte van de H&M Home Shop nog laten zien. Want er zijn best wel veel dingetjes die ik heb gekocht voor home. Terwijl, ik ga helemaal nog niet uit huis. Ik ga helemaal niet op kamers. Maar dan zie ik gewoon zoveel leuke dingetjes. En ik ga gewoon een beetje rustig aan het sparen voor mijn uitzet. Dat zei mijn moeder ook. Dat is vet handig om te doen. En ik heb niet echt gekke grote dingen gekocht of zo. Maar gewoon wat leuke dingetjes. Maar oké, goed. Ik ga even de eindje van Chiquelle laten zien. Chiquelle is een zweet. Webshopje die steeds meer naar Nederland probeert te komen. Ze verzenden het met DHL binnen 1 en 3 werkdagen, dus dat is vet snel. En ik heb er allemaal items gekregen van ze, dus we gaan even kijken. Oh leuk. Echt, het is van alles wat, dat vind ik echt heel erg leuk. Ik weet dat het licht een beetje slecht is. Ik heb ook niet, oh misschien kan ik mijn telefoon neerzetten met een lampje. Ik weet niet of dat helpt. Ja, een beetje wel, oké. Als eerste... Een trui in een beetje een bruine kleur. Dit is de kleur One Size. Ik zal even alle linkjes en alle prijzen in de beschrijving zetten. En ik heb voor jullie ook een kortingscode. Die staat ook in de beschrijving. 15% korting. Oh, deze stof voelt echt heel erg lekker. Deze stof voelt aan als mijn 2H&M trui die ik heb. Die ik gisteren aan had, die roze. En die ik volgens mij... maandag aan had die beetje beige kleur. Zo voelt die stof. Maar dan nog beter. Oh my god, deze trui is echt top. Het is, ja, ik weet niet of je het nu goed kan zien door het licht. Maar het is een bruine kleur. Ik vind hem echt heel erg mooi. Oeh, deze stof is echt geweldig. Oh, deze vind ik heel leuk. Hier ben ik echt heel blij mee. Oeh. Ja, daar ben ik echt heel blij. Ik hou de laatste tijd echt heel erg van die beige, witte, lichtroze kleurtjes en zo. Dan een witte trui. Ook in een maat one size. Ik heb expres volgens mij allemaal maatjes in een one size gekozen. Alleen eentje niet. Omdat heel vaak dingen bij Chiquelle passen bij mij niet. Dus ik dacht dan kan ik maar beter gewoon een one size kiezen. Oh, deze vind ik ook leuk. Dit is een witte trui. En dan aan de mouwen heeft hij een omslagdingetje met een bruine rand. En aan de onderkant van de trui... heeft hij ook een bruine rand. Of nou, bruin. Een beetje beige. Dit stofje voelt ook weer echt heel erg lekker. Deze vind ik heel leuk. Dus deze. Hier ben ik echt onwijs blij mee. Kan je deze maar ook terugvouwen? Oh nee, dat niet. Het zit wel echt vast. Dus je moet ze zeg maar wel zo laten. Maar dat is natuurlijk ook het idee en het model. Vind ik echt onwijs leuk. Dus weer een nieuwe leuke witte trui erbij. Dan een zwart topje. Ook in een one size. Even kijken. Oh.
Deze had ik niet gevraagd. Maar dat maakt niet uit. Ik heb deze al gehad. Een keertje van hun. Deze zwarte. Het is een zwarte top met een V-lijn voor. En een V-lijn achter. Heeft een beetje een ribbelpatroontje erin. Deze heb ik al een keertje van hun gehad. Ze hebben hem ook in het lichtgroen, in het geel, in het wit en in het zwart. Dus ik had hem eigenlijk in het wit gevraagd. Maar ze hebben zwart opgestuurd. Ook niet erg, want mijn zwart is een beetje lelijk geworden. Omdat ik hem altijd met stage aan had. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik een nieuwe heb gekregen. Dus deze. En deze zit echt top, want ik ken deze natuurlijk al. Deze is echt geweldig. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Ook al heb ik hem al. Dan kan ik die andere weggooien, want die is een beetje lelijk geworden. Top. Een nieuwe. En dan als laatste een hemdje in een maatje XS. Ik weet niet echt wat voor kleur het is. Op de site leek het iets meer roze. Nu in het echt lijkt het iets meer bruinig. Oh nee, het is wel echt een beetje roze, toch? Ja. Ik denk dat deze kleur heel erg mooi is als je bruin bent. Ja, met een zwart rokje of zo. Maar Tink, Julia, die heeft deze hemdjes altijd aan. En die had ze ook van Chiquelle gekregen. En ik dacht, oh weet je, zij is elke keer zo enthousiast over die hemdjes. Ik ga hem ook maar een keertje gewoon aangeven of proberen. Dus deze heb ik in een roze, in een XS. En wat ik zo mooi vind aan deze topjes is ook die dunne bandjes die er omheen zitten. Ik vind dat heel mooi staan. Ik zou hier zelf geen BH onderaan doen. Of althans een strapless bij BH, zodat je niet die bandjes ziet. En alleen deze bandjes. Oh, pardon. Dus dat. Ja, daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik denk oprecht dat dit een van mijn favoriete Chiquelle ontvangdingen zijn. Want ik vind al deze items gewoon echt ontzettend leuk. Ik denk dat mijn eerste Chiquelle samenwerking of deze mijn favorieten zijn. Ik denk dat het ook allemaal past, want die truien zien er ook niet extreem groot uit voor een one size. Dus ik denk dat ik dit allemaal wel gewoon pas. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen en nog even snel iets eten, want ik heb echt onwijs trek. Ik had een salade meegenomen, maar ik vond die salade niet zo lekker. Dus ik heb daar echt maar 3 happen van gegeten. En dan ga ik lekker slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Hoi mama, het is vandaag vrijdag en deze koel echt, oh my god. Mijn hoofd glimt een beetje, want ik heb even een crème opgedaan. Ik moet zo meteen naar stage toe. Echt buiten aan van die trap. Even lekker veel parfum. Ook even nog een beetje deo opspuiten. Ah, valt hij bijna. Oh. Jongens, het is zoveel stress op vrijdagochtend. Mijn korte. Een pluisje. Ik moet even mijn schoenen aandoen. Want ik heb nu gewoon mijn UGG's aan omdat het lekker warm is. Maar helaas moet ik deze schoenen aan. En Shardy komt me over 5 minuutjes ophalen, dus ik moet even opschieten. Maar in ieder geval ga ik dus vandaag naar stage. En voor de rest zie ik jullie vanavond weer. Want waarschijnlijk ga ik naar Keer toe. Gaan we uit, maar dat is nog niet zeker. Althans, we hebben het er wel over gehad, maar nog niet echt zekere plannen over gemaakt. Dus dat zal vandaag wel komen. En heb ik dat verteld? Volgens mij niet, maar Keer en ik, woensdag op school, zaten we echt heel de dag een beetje te kloten op vakantieveilingen. Want het was gewoon grappig, we hadden gewoon niks te doen. Terwijl het is geboden op een dagtripje met de bus naar Parijs. Oh, ik krijg mijn schoenen weer niet aan. Huh? We hadden geboden op een dagtripje naar Parijs. En die hebben we dus gekregen. Dus we gaan nu voor 30 euro per persoon. Dat is echt geen geld. Voor 30 euro per persoon gaan we met de bus een dagje naar Parijs. Echt vet leuk. En het is dus geldig tot 31 december. Dus we willen waarschijnlijk in de kerstvakantie gaan. Dus dat was echt heel erg leuk. En gisteren was Char ziek op stage. Dus ik was helemaal alleen. Maar vandaag is het er weer. Dus dat is top. Oh, zie je me? Jezus. Hoho. Maar ik ga nog even 3 tellen liggen. Ik heb nog maar 2 minuten of zo. En dan komt je erop aan en dan gaan we naar stage. Dus ik heb echt een grote rond zwetend hoofd nu. Maar het komt door deze crème. Even kijken. Ik moet het maar laten zien. Ik gebruik nu deze crème omdat ik altijd zo'n droog gezicht heb. Maar die is dus best wel extreem vettig. En in de avond, voordat ik ga slapen, gebruik ik altijd deze crème. Dus goed verhaal. Doei! Oké, jongens, het is vandaag zaterdag
En zoals jullie misschien in mijn hoofd en naar mijn haar kunnen zien, kom ik net uit het zwembad. Ik heb namelijk net gewerkt. Voor de mensen die het niet weten, ik geef kinderzwemles. Of althans, ik ben kinderassistent zwemles iets. Ik sta niet meer van het zwembad bij kinderen als ze zwemles hebben. Maar een hele grote H&M-doos is bezorgd. En ik had jullie natuurlijk beloofd om te laten zien wat ik had gekocht. Het zijn allemaal dingetjes van de H&M Home. Het is niet dat ik uit huis ga. Het is niet dat ik op kamers ga. Maar ik vind het gewoon leuk om dit soort dingetjes te sparen voor als ik over een paar jaar wel uit huis ga. Een soort uitzetverzameling. Heel veel mensen doen het volgens mij. Ik ben een beetje donker aan het worden hier, maar oké. Heel veel mensen doen dat volgens mij, althans. Mijn moeder deed het vroeger ook, mijn oma deed het ook. Janie, die is daar ook mee bezig. Gewoon altijd een beetje dingetjes sparen voor als je uit huis gaat. Er zitten ook twee dingetjes bij die niet echt per se voor uit huis gaan zijn. Die ik nu ook ga gebruiken. Maar die kunnen eventueel ook mee over een paar jaar. Oké, laat ik maar als eerste doos eventjes openmaken met een schaartje. Oh, het is echt een mega grote doos. Ik heb namelijk allemaal... Waarom is het hier zo donker? Moet ik ergens anders gaan zitten? Hier. Ja, ietsjes beter. Ik heb namelijk allemaal bordjes en schaaltjes besteld. Ik was namelijk van de week in de H&M. En toen... Ik ging eigenlijk kijken voor wanten. Warme wanten. En toen zag ik dus een paar kommetjes. Deze kommetjes. En daar heb ik er toen 3 van meegenomen. Toen ging ik in de avond met mijn oma eten. En zei mijn oma... Van waarom koop je daar niet meer? Want ik vertelde dat ze ze ook in het blauw hadden. Want dit zijn de roze. Vertelde ik ze dat ze ook in het blauw hadden. En toen ging ik op de H&M site kijken. En toen zag ik dat ze er ook bordjes van hadden. En toen zei mijn oma, nou weet je, als je dat dan bestelt. Kan je dat ook voor ons, van ons voor kerst vragen. Dus dat leek me heel erg leuk. Heb ik ook gelijk een kerstcadeautje bedacht. Sorry, ik zie er echt niet uit. Maar de bakjes die ik toen die dag heb gekocht. Zijn deze. Ik vind ze zo schattig. Ze zijn licht roze. En dit randje, ik weet niet of je het goed kan zien nu, is met goud. Een goudrandje. Super schattig. Deze waren 8 euro per stuk. En hier heb ik er dus 3 van. 3 roze. Dus deze. De rest zit hier ook nog. Ingepakt en zo. Maar dat laat ik gewoon even zitten. Dus, maar die kommetjes, die bordjes daarvan, hadden ze niet in de winkel. Dus die moest ik bestellen. Dus die zitten, als het goed is, hierin. Oh ja, ik dacht dat er yellow stond. Even kijken hoor. Openmaken. Oh. Oh. Daarbij zit nu dus ook het bijpassende roze bordje. Ook weer met een goud randje. En ook deze was weer 8 euro. Het staat er niet op, maar deze was ook 8 euro. En dan heb je gewoon een onwijs leuk setje zo. En ik vond het gewoon heel erg schattig. Hier kan je bijvoorbeeld later soep uitdrinken. Yoghurt indoen. Alles. En dit is een beetje een formaatje van een ontbijtbordje. En ik vond dit gewoon echt super schattig. Voor later gewoon alvast. En je kan het raar vinden. Je kan het bizar vinden dat je daar op je 18e bijna 19e mee bezig bent. Maar ik vond het gewoon schattig. En ja, als je gewoon alvast nu een beetje elke keer wat spaart. Bijvoorbeeld nu heb ik dit. Dat is eigenlijk het eerste. Oh ja, ik heb ook 2 blond Amsterdam bekers. Maar... Als je gewoon elke keer een beetje spaart, hoef je uiteindelijk als je uit huis gaat niet zo heel veel meer te kopen. Dus ik heb 3 roze bakjes, 3 roze bordjes. En dan heb ik ook, want ik had eigenlijk alleen die roze gezien. En toen zag ik dus later dat ze ook in het turquoise hadden. En de mensen die mij kennen, die weten dat het turquoise echt heel lang mijn lievelingskleur is geweest. Dus dacht ik, ja, ik moet eigenlijk ook een turquoise hebben. Dus die heb ik hier ook besteld. Of nou, turquoise is een beetje oud groen of zo. Echt heel mooi. En die heeft ook weer een goud randje hier zitten. En deze was ook weer 8 euro. En daar heb ik uiteraard ook de bordjes van. Die heb ik donderdag voordat ik naar stage ging even snel in de stad gekocht. Want die hadden ze wel in de winkel. Heb ik ook de bordjes van. Ja, zo zie je de kleur wel goed. Het is dus een beetje... Ja, welke kleur is het? Het is tussen groen en blauw in. Het is wel echt heel erg mooi. Ook weer met het gouden randje. Dus dan heb ik dit setje. En dit setje. Hoe schattig is dit? Dan heb ik er hier 3 van en hier 3 van. Vind ik echt onwijs leuk. Dus dat is wat ik nu allemaal heb besteld. Ik ga de rest niet uitpakken, want het is allemaal gewoon in principe hetzelfde. Alles kost 8 euro per stuk. Dan heb ik nog deze gekocht. Dit is zo'n klein glazen kistje met goud. En hier wil ik al mijn ringetjes in gaan doen. Want ik heb nu mijn ringetjes in zo'n dingetje zitten.
Maar ik wil dus hier mijn ringetjes in gaan doen. Ik wil eigenlijk nog één maatje groter kopen. Dat ik daar al mijn oorbelletjes in kan doen. En dan nog iets. Dat is namelijk een zeeppotje. Maar ik ga hem niet gebruiken voor zeep. Ik wil namelijk zo'n desinfecterende handgel in mijn kamer zetten. Maar ik vind die verpakking gewoon heel lelijk. Dus daarvoor heb ik een handzeep gekocht. Want ik dacht, dan kan ik dat daar gewoon in doen. En dat werkt in principe gewoon hetzelfde. Kijk nou hoe schattig. Hij is goud en dan roze. Echt heel erg leuk. Dus deze gaat nu in mijn kamer mooi. dat was dit eigenlijk allemaal. Dus ja. Waarom ben ik zo donker? Maar goed, ik hoop dat het een beetje goed te zien was allemaal. Ik ga nu eventjes douchen, even mijn haar wassen. Er zit allemaal kinderchloor in. Allemaal kinderpis waarschijnlijk. Dan ga ik daarna eventjes wat dingetjes voor school doen, want maandag begint mijn toetsweek. Dus daar wil ik eigenlijk nu zoveel mogelijk voor af hebben qua wat ik moet maken. Morgen ga ik het ook doen. Heel misschien ga ik morgen met mijn moeder naar de stad. Maar het ligt er eventjes aan hoeveel ik nog moet maken en nog moet leren. Dus dat ga ik straks eventjes kijken. Gisteren trouwens ging ik met mijn vader in de avond een pokeball eten. En dat was zo lekker. Sjarn en ik hadden het altijd bij Pokebar in de stad, in Den Haag. Het zit naast het Gouden Hoofd. Als je in Den Haag woont, weet je dat wel, denk ik. Het Gouden Hoofd. Daarnaast zit het, de Pokebar. Echt ontzettend lekker. En het was zoveel dat ik er net nog een beetje van heb gegeten. Ik had het bewaard. Ik ben zo blij met deze bakjes en deze bordjes. Oh, waarschijnlijk gaan mensen me echt nu zo raar aankijken. Of kinderen denken van, waarom de... Ah, zou je nu al dit soort dingen kopen als je waarschijnlijk pas over 3 jaar, 4 jaar of zo uit huis gaat? Geen idee. Ik vind het gewoon leuk. Dus dat. Dus ik ga nu even douchen. En dan zien jullie mij denk ik vanavond of morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik ga even deze tv uitzetten. Dus het geluid een beetje, want de woordjes voor me aan het kijken. Beter. Het is vandaag zondag. Ik heb gisteravond en vanmorgen bijna alles voor school afgemaakt. Bijna alles. Nog niet helemaal alles, maar morgen heb ik maar 1 uurtje les. Mijn haar ziet er echt niet uit. Heb ik maar 1 uurtje les. Dus dan kan ik dat dan gewoon doen. Want ik ga zo meteen met mijn moeder en met mijn oma naar de stad. Dus dat is echt onwijs gezellig. Ik heb deze roze trui van de H&M. Niet meer te koop is die. Maar zo heel erg leuk. Ik heb mijn flare aan. Ik doe mijn zwarte sundress erbij aan. Mijn zwarte leren jasje van de Zara. En ik neem mijn Michael Kors tas mee. Oh, mijn gezicht lijkt de laatste tijd echt heel rond en dik en bol. Komt misschien ook door mijn knot en door een beetje een colletje, maar oké. Oh ja, en mijn oorbelletjes zijn van Lovelinks. Daar krijg ik ook altijd heel veel vragen over. Van Lovelinks zijn die. Ik ga zo meteen daar naartoe. Om 10:30 ga ik op de scooter. Het is nu 5:30, dus ik ga over een half uurtje of over 5 minuten weg. Even wat te drinken pakken, want ik heb een enorme dorst. Oh, en trouwens, morgen ga ik mijn benen laten IPL'en. Bij mijn stage heb je IPL. En ik doe daar altijd aan mijn oksels, want dat mogen we gewoon gratis doen daar. Maar ik heb dus nu ook een afspraak gemaakt voor mijn benen. Dus dan ga ik ook beginnen met het IPL'en van mijn benen. Ook dus over 1,5 jaar geen beenhaar meer. Oh, heerlijk. Oh. En aankomende donderdag kan ik mijn oksels weer laten IPL'en. Dat wordt dan dus keertje nummer 3. En je hebt ongeveer 12 behandelingen nodig. Dus, oké, ik ga even mijn laatste spulletjes pakken. En dan ga ik richting de stad. Ik neem mijn camera niet mee. Wel mijn telefoon, dus daar kan ik wel mee filmen. Ik heb echt iets onwijs leuks gekocht. Zoals jullie konden zien, was ik naar de Zara geweest. Daar heb ik eerst even laten zien wat ik uiteindelijk had gekocht. Ik had uiteindelijk die glitterbroek gekocht. Die glitterflare. Nou, niet een extreme flare, maar een beetje. Deze was
20 euro. En als je deze code... Even kijken hoor, hoe die inzoomt. Als je deze code intypt op de Sarah site, dan krijg je dus deze broek. Dus als je hem ook wilt omgeven, dat linkje of die code even bij de Sarah site intypen. En ik heb dit shirtje gekocht met een colletje. Donkerblauw is die. Ze had hem ook in het zwart, maar ik heb hem donkerblauw met wit genomen. En die is gewoon lekker dun, lekker voor de winter strakjes. Leuk met een broek eronder. Logisch met een broek. En deze was maar 18 euro. En met dit weer hetzelfde voor als je deze code intypt op de Sarah site. Bij het gewoon zoekbalkje, dan krijg je hem. Dus dat. En oh, ik ga even mijn tas afdoen ook. Voor de mensen die mij langer kennen of mijn video's langer volgen, weten dat ik 2 paar Isabelmarants heb. Groene, legergroene en rode. En voor deze winter mocht ik nog nieuwe schoenen. En toevallig waren deze schoenen nu met 30% korting. Ik weet niet waarom, want het is gewoon een vaste kleur in het assortiment, zeg maar. Maar het was met 30% korting. Dus met die schoenen scheelt het gewoon best wel veel. En toen waren we in de Bijenkorf en er was nog 1 maat 36. 1 paar in maat 36. Dus ik heb ze gekocht en ik ben er zo blij mee. Ik zal even aan jullie laten zien. Ik heb dus nieuwe Isabelmarants gekocht. Zwarte. Want ik heb heel vaak het ding dat ik denk van, oh, hier kun je een Isabelmarants onderaan. Oh, maar wel zwarte. Want ik heb alleen rode en groene. En dan onder heel veel dingen zijn gewoon zwarte Isabelmarants gewoon mooier. Gewoon, weet je, ik ben best wel klein. En deze schoenen maak je ook wat groter. Oké. Ik ga ze gewoon openmaken. Ik weet niet tot hoe lang die 30% korting geldt. Ik ga hem niet open. Maar ik zag het gisteravond opeens op de Bijenkorf site. En toen dacht ik, Er zitten ook 2 dustbags bij, zodat als je op vakantie gaat, dat je ze daarin kan doen. Papiertje. Dit zijn ze. Ik ben hier zo blij mee. Echt ontzettend blij. Ik ga straks gelijk even inspelen zodat ik ze morgen aan kan naar school. Maar bijvoorbeeld die glitterflare die ik net had, die zou ik dus heel graag aanwenden dan met deze schoenen. En met de rood had ik het niet zo leuk gevonden, want die broek is al heel erg opvallend. En moet je eigenlijk je schoentje wat rustiger houden. En ik vind deze gewoon echt heel erg leuk. Ik zal ook even mijn andere pakken. Kijk, dit zijn de groene die ik heb. Die heb ik op Shubaloo besteld toen, destijds. Mijn rode, die heb ik bij de Bijenkorf gekocht, alweer bijna 2 jaar geleden. Deze kleur is ook niet meer te krijgen. Dit was toen gewoon zo'n kleur die toen te koop was, maar nu niet meer. En nu heb ik dus deze. En deze kleur zit wel vast in het assortiment. En deze, als het goed is, ook. Soms is die uitverkocht, maar als het goed is, zit die er wel standaard in. En ze hebben ook nog een beetje een beige witte kleur. Die zit er ook standaard in. Maar beige witte suede schoenen is denk ik niet heel handig voor mij. Ik denk dat dat heel erg snel vies gaat worden. Maar ik ben hier gewoon echt oprecht intens blij mee. Echt. En ik heb maat 36 hiervan. Sommige mensen hebben een maatje groter hiervan. Je hebt ook nog iets bij mijn rand met een hele grote flap. Maar ik ben best wel klein. En korte beentjes, kleine voetjes. En als je dan zo'n mega flap op je voet hebt, ziet het er heel raar uit. Dus ik ben heel erg blij met deze. Ik heb natuurlijk ook nog het andere voetje. Dat was echt raar. Ze waren de rechter kwijt, want er stond er dus eentje in de etalage, maar ze konden niet meer vinden waar. Maar ze hebben hem gelukkig gevonden. Dus ik heb nu nieuwe schoentjes en ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik ga denk ik gelijk de vlog afsluiten, want ik moet nog eventjes wat voor school afmaken. We hebben namelijk morgen een presentatie, dus daar moet ik eventjes nog wat voor dingetje voor doen. En dan kan ik gelijk de vlog bewerken, zodat die morgen online kan komen op tijd. Dus ik wil jullie erg bedanken voor het kijken naar deze video. Het was heel veel geshop, spulletjes laten zien en shoplogs in deze video. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Ik ga proberen de volgende week nog weer wat meer buiten te filmen. Ik ga mijn best doen voor jullie. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!